Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Tom Ongena. Ik uh, woon in uh, Sint-Kathelijnen-Waver uh, in de provincie Antwerpen, in de provincie waar ik kandidaat ben als uh, eerste opvolger voor het Vlaams Parlement uh, voor Open VLD. En als opvolger hoop ik natuurlijk dat mijn partij het goed gaat doen uh, bij de verkiezingen. Want met wat meeval uh, kom ik dan in het Vlaams Parlement en dan hoop ik hier natuurlijk heel wat uitdagingen, zoals verkeersveiligheid, zoals het ondersteunen van onze lokale economie, om die te kunnen aanpakken. Uh, en dat is mijn ambitie. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik ben eigenlijk al van mijn 18 jaar, uh, dat is ondertussen 25 jaar geleden, ben ik uh, eigenlijk al politiek geëngageerd. Hè. Toen als, als 18-jarige jonge knaap voor de eerste keer naar uh, vergadering geweest van de VLD-jongeren toen uh, in die tijd, in Mechelen. En uh, dat was omdat politiek me toen ook boeide. Je ja, had toen eigenlijk heel uitdagende tijden. Je had zo de begin jaren 90. De VLD was toen net uh, opgericht. Er uh, was toen een beetje nog de strijd tegen, tegen de verzuiling. had toen eigenlijk ja, de, de val van de Berlijnse muur, dus de internationale context, was ook zeer boeiend, allemaal. En dus, als jonge gast, wou je natuurlijk ook in die politiek stappen. Wou je daar echt actief aan deelnemen. Niet aan de zijlijn blijven staan, maar zelf je ding kunnen doen. En, en dus, uh, op mijn 18 jaar ben ik eigenlijk ingerold en ben zo stelselmatig actiever geworden. Ben dan zelf ook uh, in, in 2000 voor de eerste keer deelgenomen ook aan, aan verkiezingen, zelf als gemeenteraadslid. Dus ik draai wel al een tijdje mee, maar ik moet zeggen, mijn politiek engagement is in de jaren alleen maar versterkt geworden. En zeker, zeker ook vandaag, in de huidige tijden. Het zijn niet meer de jaren negentig, de optimistische jaren waren dat toen. voelt dat er vandaag eigenlijk meer, ja, meer angst, wat onzekerheid is bij, bij mensen. En ik denk op zo'n tijd, in zo'n periode, uh, is mijn engagement nog groter. omdat je, ja, Het zijn geen vrijblijvende tijden. Hè. Het is, uh, als, als mensen zich wat angstig voelen, wat onzeker voelen. Uh, vooral denk ik wat schrik om de welvaart die nog nooit zo hoog geweest is hè, dan, dan vandaag. Om die misschien wat, wat kwijt te spelen. Uh, dan, dan, dan is men ook vatbaar om naar, naar, naar wat extremen te gaan. Naar partijen, politici die wel op die angst inspelen, die daar ja. willen. Ja, op, op ingaan. Uh, en, en, en dan krijg je natuurlijk verhalen zoals je ze vandaag ziet, gelijk in het Verenigd Koninkrijk. Hè, Brexit. Hè, men men wil uit die Unie stappen. Hè. In de jaren negentig was het hoeveel mogelijk mensen binnen de Unie of landen binnen die Unie krijgen. Dus je voelt dat er een beetje een omslag is. Hè, je gaat wat de andere kant uit. Men plooit wat terug op zichzelf. Men gaat uit de Europese Unie. Mensen worden vatbaar voor, voor, die, voor partijen die, die, die willen ja, terugplooien. Hè. Nationalisme uh, en, en, en soms racisme en en op zo'n momenten moet je, moet je opstaan, en, en dat wil ik ook echt wel doen bij deze verkiezingen. Uh, opstaan om daar tegen in te gaan. Ik denk, uh, er is, je, je kan geen welvaart creëren. Een, een goede samenleving voor iedereen op haat, op verdeeldheid. Dat gaat gewoon niet. En dat moet je durven zeggen. Niet aan de zijlijn staan en hopen dat het overwaait, maar effectief in die strijd stappen en mensen proberen te overtuigen. Het is niet door terug te plooien, het is niet door in te gaan op die angst en op die verdeeldheid, ja, dat we onze toekomst gaan veiligstellen, de toekomst van onze kinderen. Nee, tegen ingaan. Je moet, moet proberen samen te leven. Je moet wat toleranter worden. Je moet begrip hebben voor de diversiteit die er is. En dus je niet laten meeslepen in dat, in dat verhaal van angst. En, en ook al is er onzekerheid, dat begrijpen we, maar het antwoord op die onzekerheid is niet terug plooien, maar is eigenlijk samenwerken, de, de, de kloven die er zijn overbruggen in plaats van ze dieper uit te diepen en dat is mijn engagement en, en ik zeg het, het zijn geen vrijblijvende tijden vind ik en daarom dat ik er met heel veel engagement ga instappen in die strijd. Welke quote heeft u gekozen? Um, ja, onze partij heeft natuurlijk zo de, de doeners, hè. dat is uh, op een VLD de partij van de doeners. Ik voel mij ook zo en uh, dus mijn, mijn quote gaat dan ook eerder uh, in die richting, namelijk uh, ik uh, een, een doener van 44 die uh, voor ons land wel wil doen en voor Vlaanderen wel wil doen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Goh, zijn natuurlijk... Mijn verhaal van daarnet al, in de jaren 90, 18 jaar, dat was natuurlijk het hoogtepunt van Guy Ik was daar een absolute fan van. Dat uh, was iemand die ook eigenlijk tegen de gevestigde orde inging. Die zei, we moeten die omwenteling hebben, we moeten uit die verzuiling geraken. En dus uh, dat was zeker uh, in die tijd absoluut mijn voorbeeld. Ik, ik vind ook als premier... Dat is de beste periode gehad die we hebben gehad in ons land. Toen dat Gieverhofstad ook paars... Hè. Ik weet me daar nu soms wat smalend over, maar als je daar nu op terugkijkt, heeft die echt wel grenzen verlegd. Dus dat was zeker mijn voorbeeld. Maar natuurlijk in, in het Mechelse, waar ik, hè, ben, uh, waar ik lang heb gewoond, uh, is natuurlijk ja, Bart Somers is natuurlijk mijn voorbeeld. En, en is ook, denk ik, de vooruitwendiging van een politicus die durft in te gaan tegen, tegen mensen die proberen in te teren op die angst en op die verdeeldheid. Die zegt van, kijk, uh, je hebt geen, geen stad met allerhande soorten gemeenschappen. Nee, we zijn één stad, we zijn samen één gemeenschap, we zijn allemaal mechelaar. En, en ik denk dat dat ons land nodig heeft. Dat geldt natuurlijk voor Mechelen, maar dat geldt eigenlijk voor elke stad. Dus stop met naar elkaar te kijken als zijnde. Je zijn bent een deel van een gemeenschap. Je ge bent een Marokkaan, of je bet een Jood, of je uh, weet ik welke afkomst dat je ook hebt. Nee, we zijn allemaal samen die bevolking van die ene stad, of bij uitbreiding van Vlaanderen. We zijn allemaal Vlaming. Ook al liggen onze roots soms verschillend, en hebben we allemaal een andere achtergrond. Zijn we zijn wel allemaal Vlaming en we hebben er alle belang bij. Wij allemaal dat we goed samen. Werken, en dat we Vlaanderen vooruit stuwen. En dus in Mechelen lukt dat enorm hè, met de manier waarop dat men dat daar heeft aangepakt. Hè. Ik, ik was zelf in de jaren 90 getuige van, van de verpauperde stad die Mechelen was. En we hebben dat de voorbije jaren, en natuurlijk onder impuls van Bart Somers, is die stad ontpopt. Dat is een mooie vlinder geworden. Hè. Van de vuile rups is dat een mooie vlinder geworden. waar, dat, Als je nu het verkiezingsresultaat ziet van Somers, waar je een absolute meerderheid haalt in die stad. Dus dat is de weg die je moet inslaan. En ik denk dat heel veel steden, maar ook, ook stedelijke gemeenten, zoals je er veel hebt in. In Vlaanderen ja, daar een voorbeeld kunnen aannemen. En, en dus daar uh, geloof ik echt rotsvast van uh, dat we die, die weg moeten bewandelen, uh, ook in, in heel Vlaanderen. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses, ik ben uh, zes jaar uh, schepen geweest hè, in mijn gemeente. Ik woon ondertussen in Sint-Katelijke Waver. En uh, daar heb ik mij eigenlijk echt wel uh, uitgeleefd op. op uh, op Lokale economie, de middenstand ondersteunen. Langs de ene kant en langs de andere kant ook verkeersveiligheid. Ik ben ook papa van twee jonge kinderen. Mijn dochter is nu elf jaar, die begint nu helemaal zelfstandig. Die staat daarop? Onafhankelijkheid, gevoel begint groot te worden. Dus die, die, die wilt met die fiets zelf naar school en ik stimuleer dat. Ik denk dat we mensen of kinderen, we moeten kinderen ook geen angst aanjagen om, om in dat verkeer te gaan. Maar natuurlijk, als ouder, we dat toch niet altijd even gerust in. En dus bij uitbreiding, ja, verkeersveiligheid ligt mij echt wel enorm aan het hart. Ik heb daar denk ik de voorbije jaren als schepen van mobiliteit in mijn gemeente heel wat inspanningen rond gedaan. We hebben wij fietsstraten aangelegd. We hebben wij voor de eerste keer, denk ik, dat we de eerste gemeente waren die op haar gemeentewegen trajectcontroles hebben, hebben ingevoerd. Dus we hebben daar heel veel initiatieven genomen. en, en ik hoop dat nu ook als ik de kans krijg om in het Vlaams parlement te zitten, om dat hier ook in het Vlaams parlement dat ter harte te nemen. Echt, we hebben een weg afgelegd, dat kan je niet ontkennen. Vlaanderen is veiliger op vlak van verkeer dan vroeger, maar je voelt heel goed aan dat we wat blijven hangen nu. Als je de cijfers bekijkt, het aantal fietsdoden stijgt zelfs terug. Dus dat moet, daar moet een tandje worden bijgestoken. Dus die verkeersveiligheid ligt mij nou aan het hart. En dus het andere is wat die lokale economie, die kleine middenstander in een, in een, in een normaal Vlaamse gemeente... Heeft het niet gemakkelijk. Je hebt natuurlijk heel veel concurrentie. Langs de ene kant je steden, die, die ook alle zeilen aan het bijzetten zijn om hun economie en hun kleinhandel te versterken. Maar langs de andere kant heb je natuurlijk de online spelers. En, en in die tijden, toch proberen te overleven, moet je wat creatief zijn. En we hebben dat vanuit onze gemeente ook gedaan. Maar ook hier moet Vlaanderen denk ik ook een tandje bijsteken. Niet vanuit een defensief verhaal. Niet van we moeten die online verbieden. Dat is, dat is, dat is, dat is waanzin. Je kan dat niet verbieden. Mensen willen natuurlijk van thuis uit kunnen bestellen maar je moet kunnen zoeken van hoe kan die kleine middenstander hoe kan die toch een meerwaarde geven waardoor mensen toch nog bij hem gaan langskomen en dat is iets waar Vlaanderen denk ik ook heel wat hefbomen heeft en dat we moeten op inzetten wat kan er anders en beter in de politiek Maar ik denk dat uh, je voelt dat het klimaat is natuurlijk, en allee, politiek zal nooit uh, als eerste staan op de populariteitslijstjes, maar je voelt dat er toch heel wat uh, argwaan is. En dat heeft voor een stuk te maken met het feit dat, dat politici te, veel, ja, of te weinig buiten komen en, en naar mensen luisteren, te weinig inspraak geven. En ik denk dat daar echt nog wel een weg af te leggen is. En dat we dus, uh, ik heb daar in mijn op lokaal niveau, heb ik daar ook werk van gemaakt. Heb ik echt, we, hebben, we hebben veel meer ingezet ook op, op mensen betrekken bij. Het beleid een moderne politicus. Die, die komt permanent buiten, is ook op social media, en weet ik op alle mediakanalen, moet die actief zijn, moet die aanspreekbaar zijn. En ik denk wat wij in lokaal vlak doen, vaak doen, de goede toch doen, ja, dat voelt je dat, als het dan gaat, opeens over Vlaanderen of, of, of zelfs federaal, dat er opeens dan wel een kloof ontstaat. En ik denk dat we daar echt nog wel een weg af te leggen hebben. Dat we ook vanuit Vlaanderen veel meer actief die dialoog moeten gaan opzoeken. We hebben vaak de neiging van met, met verenigingen of met organisaties. En dan denken we dat we de mensen hebben gehoord. Maar die organisaties spreken ook niet altijd namens mensen. Dus ik denk dat we daar richting de nieuwe vormen van participatie, dat we die veel meer moeten kiezen. Je hebt zo voorbeelden van co-creatie, waarbij mensen zelf initiatieven nemen om, om zaken te organiseren. Bijvoorbeeld het publiek. Ik zeg maar maar iets op lokaal vlak gaat dat soms over het uitbaten van een sporthal. Dus we gaan op de gemeente, ja, is dat nu, ja, we gaan een sporthal bouwen, we gaan die uitbaten, we moeten daar drie fulltimers op zetten om, die, om dat gerund te krijgen. Maar je hebt voorbeelden waarbij mensen zelf het initiatief nemen. Van kijk, zetten jullie de sporthal en wij zullen zelf organiseren dat we die uitbaten. En, en, want het alternatief is dat misschien die sporthal niet gebouwd wordt, omdat de gemeente gaat zeggen: ja, maar dat kost te veel. Die drie mensen die we dan moeten opzetten, daar hebben we de middelen niet voor. Zo'n zaken, soms heel concrete zaken, moeten we veel meer durven open te gaan. Veel meer durven mensen betrekken bij het beleid. En, en dat is denk ik iets wat we, we als politiek echt gaan moeten doen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een medaille meegenomen. Een medaille die ik zelf heb uh, verdiend. En uh, het is uh, de medaille van de 10 miles. Hè, de, de loopwedstrijd die, uh, die uh, eind uh, april uh, meestal is in Antwerpen. Uh, en uh, waar ik vorig jaar voor de eerste keer aan heb deelgenomen. Uh, ja, ik weet, er zijn natuurlijk heel veel Vlamingen die, uh, die ongetwijfeld lopen en 10 en, uh, miles kunnen lopen. Maar ik vond het voor mezelf toch een prestatie. Moet je moet goed weten, als je in de politiek zit, dan, uh, dan moet je veel vergaderen. Dan uh, moet je vaak gaan eten, uh, soms lange avonden. Uh, en die eindigen dan alles in café. Uh, en dat is niet goed voor de kilo's. En ik heb bovendien een, een extra handicap. Mijn genen zitten ook tegen mij. Uh, ik heb genen, als ik naar eten kijk, kom ik al bij. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik toch zeker uh, vanaf mijn dertig jaar altijd maar kilo's en kilo's bijkwamen. En dat ik op een gegeven moment heb gezegd, ja, zo kan het niet verder. En heb ik toch de, voor twee, drie jaar geleden heb ik de knop omgedraaid. Uh, ben ik op mijn eten beginnen letten. Maar ben ik ook heel veel beginnen sporten en lopen. En, en dat heeft mij tucht gedaan. En ik kan het alleen maar aanraden. Het is, het is lopen is. Uh uh, en ik weet, je gestel moet mee, je knieën moeten mee. Dat is bij mij gelukkiglijk nog in orde. Um, maar dat heeft er toch wel voor gezorgd dat je dat, je, dat, dat gewicht wat terug onder controle hebt gekregen. Is eigenlijk ook iets waar dat je relatief weinig tijd en al zeker geen kosten moet insteken. Je moet gewoon loop, goede loopschoenen hebben. Uh, en uh, je hebt geen fitnessabonnementen en zo allemaal nodig. Ga gewoon regelmatig lopen. Ik probeer twee keer per week echt vijf tot tien kilometer te gaan lopen. Uh, en dat is discipline. Maar dat is heel efficiënt. En ja, dat heeft, ik had voor mezelf een doel gesteld. Ik wil die 10 miles gaan lopen. Ik ben ambitieus. Mijn doel ligt nog wat verder. Ik wil nog een halve marathon, en misschien ooit een marathon lopen. Maar goed, dat doel heb ik al gehaald. En, en daarom heb ik het meegenomen. Uh, omdat ja, het heeft mij gedugd gedaan dat ik daarin gelukt ben. Uh, maar vooral meer dan die ene loopwedstrijd. Uh, een beetje toch een, een aanmoediging om te zeggen: kijk, uh, let op je op op gezondheid. Hè. Ook in drukke tijden, tijden als politicus, hè, met gemeenteraadsverkiezingen, zeker, heb je het heel druk soms. Uh, probeer toch de moeite te doen, de discipline, af en toe die loopjes aan te doen. Want je voelt er je, je pak beter mee.